Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 2 november 2015. Dus het bulletin van maandag. Heb je nog meer, moet je nog meer brokjes hebben? Moet je brokjes hebben? Ach jee, je hebt al 2, 3 keer op je gehad. Toen, sinds we terug zijn van de dierenarts, heb je 3 keer, moet je nog meer? Moet ik nog wat brokjes voor je pakken? Vandaag opnieuw een uitzending als vrijdag, een beetje geïmproviseerd. Ik heb nu zelfs nog minder tijd, dus ik ben bang dat ik vandaag geen data bij de uitzending kan maken. En vermoedelijk moet ik zelfs voor 1 keer de morsen laten schieten. Dit wordt waarschijnlijk ook niet zo'n heel erg lange uitzending. Dat het toch al een drukke dag was, ben ik zo pas toen dat even kon met poes nummer 2, Simone, ook naar de dierenarts geweest. Het was niet duidelijk welk van de twee het was die nu zo heel veel water dronk. En aangezien er met Martine niet zo heel veel aan de hand was en Simone zich ineens ook wat terugtrok, vandaag toch maar even voor de zekerheid gegaan. Dat is bij Simone een totaal andere onderneming dan bij Martine. Vrijdag toen de reismand van zijn plek werd gehaald, toen was Simone ineens verdwenen. Die heeft zich vervolgens verstopt tot 2 uur nadat ik met Martine terug was. Vandaag liet ze zich uiteindelijk met lekker eten wel lokken, maar ze was het daar duidelijk niet mee eens. Tot aan de deur van de dierenarts heeft ze gekrijsd, hoewel ze zich bij de dierenarts uitermate goed heeft gedragen. Pas woensdag krijg ik te horen wat er nou werkelijk aan de hand is, wat er uit het bloedonderzoek komt. Maar ik denk wel dat het meevalt. Maar goed, terug naar de orde van de dag nu. Vanochtend werden we verblijd met het bericht dat de 60 meter band zeker een amateurband wordt in Nederland. Te lezen valt dat 5350 tot 5450 een amateurband wordt waarvan F-amateurs op secundaire basis gebruik mogen maken. Eerder werd al bekend dat het op secundaire basis zal zijn, dat had ik al gezegd, zonder beperkingen aan de modulatiesoort en met een maximaal zendvermogen van 100 watt op de gebruikelijke wijze gemeten. Voor de goede orde, dit betekent nog niet dat de band vanaf nu al gebruikt mag worden. Zoals we eerder melden, moet net als bij 70 MHz het geval was, nu eerst nog de tabel worden aangepast. In dit geval in de regeling gebruik frequentieruimte met meldplicht van 2015. Pas als die wijziging ook in de staatscourant vermeld staat, mag op de nieuwe band worden gezonden. Omdat er geluiden waren als zou de band al vanaf vandaag of morgen gebruikt mogen worden, heb ik vanmiddag nog navraag gedaan bij agentschap Telecom of er ten opzichte van eerder misschien niet wat veranderd was. Maar daar bleek geen sprake van. AT schrijft in een reactie onder andere: de houder van een F-registratie mag straks gebruik maken van deze band op secundaire basis. Dit is echter nu nog niet toegestaan. Dat mag pas als de frequentieband ook in de regeling van gebruik, frequentieruimte, etc. is opgenomen. De wijziging is voorbereid en zal binnenkort ingaan. De verwachting is dat de regeling tussen nu en 2 weken zal worden gepubliceerd. De tekst van het NFP kan wat verwarring wekken. De meldingsplicht, zoals deze in het NFP vermeld staat, wil zeggen dat de radiozendamateur een registratie moet hebben. Zendamateurs hoeven dus zelf niets te doen. Ze hoeven geen vergunning aan te vragen of een melding te doen. Ze zullen wel moeten wachten met het zenden in deze band tot de regeling aangepast is. Ik kreeg verder nog een bericht van meerdere mensen, waaronder van Adrie, over een geomagnetische storm of meerdere stormen die 2 november en 3 november richting aarde stormen. Toepasselijk. Een G3, een geomagnetische storm. En volgens mij, als ik het goed gezien heb, maar daar moet ik een beetje een slag naar slaan, maar volgens mij is het wel zo, heeft het te maken met een paar gaten in de zonneatmosfeer. Zoals eerder ook, waardoor de zonnewinters kan ontsnappen. Verder lijkt het Poolse initiatief het mogelijk te gaan winnen voor wat betreft het activeren van Noord-Korea. Dom, het is bijna niet uit te spreken, 3Z9DX, die heeft aangegeven dat hij een stuk verder is gekomen met zijn plannen in die richting. Verder staat er op de site Hackaday, hackaday.com, een artikel over de Secret Radio Stations by the Numbers, de nummerstations. En er worden verschillende soorten stations onderscheiden. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik ga in ieder geval het wel eens eventjes bestuderen. Misschien leidt het toch tot een update op de serie daarover. Nou, het komt er allemaal vandaag lekker uit, maar het is ook een speciale dag, dus dan mag dat. Ik denk dat ik het hierbij hou. Dit was de Daily Minutes voor vandaag. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.